We kijken vandaag nog één keer terug op 15 jaar betaald voetbal in Almere. Almere City heeft eigenlijk maar één doelstelling en dat is zo snel mogelijk promoveren naar het hoogste niveau. En daarvoor heeft de clubleiding werkelijk alle randvoorwaarden gecreëerd. Nu moet het alleen nog even op het veld gebeuren in de eerste divisie, waar de concurrentie werkelijk waar moordend is. 2 jaar geleden waren de Almeerders al heel erg dicht bij promotie naar het hoogste niveau. Alleen omdat de VAR in de slotfase van de finale return tegen de Graafschap weigerde in te grijpen, bleven de Almeerders uiteindelijk in de eerste divisie. Dat had zo dus nog maar gekund, want dit was die kans voor Almere City. Almere City stond destijds onder leiding van deze Jack de Gier, die in mei 2018 voor het voorlopig hoogtepunt van de clubhistorie zorgde. Het spelen van de finale van de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Tijdens de halve finales van de play-offs hadden de Almeerders voor een enorme stunt gezorgd door Roda JC uit de eredivisie te laten degraderen. En toen wachtte dus onverwacht de finale tegen de Graafschap, die de Almeerders onbevangen ingingen. Ja, een beetje als underdog, want iedereen... En dat vonden wij ook niet erg. Want ja, goed, wij wisten dat, dat het onderlinge verschil was nihil. Het zou gaan om momenten en... Wij vonden het wel prima. Bij hun was de huldiging al geregeld en ze waren met van allerlei zaken bezig. Alleen ja, ze moesten nog wel 2 keer van ons winnen natuurlijk. De eerste wedstrijd in Almere tussen beide ploegen eindigde in een 1-1 gelijkspel. Dus was alles nog mogelijk tijdens de return op de Vijverberg. De Gier herinnert zich die zondag in mei 2018 nog prima. Ja, we hebben gegeten in Duiven volgens mij bij Arnhem en Van der Valk. Wel een andere spanning natuurlijk, hè, want ja... Het was ineens wel heel dichtbij. 4:15 ben je eredivisie-ploeg. Ja, was je ervan overtuigd dat het zou gelukken? Ik was ervan overtuigd, ja. Ja, en we hebben het geprobeerd zoveel als mogelijk binnenskamers, niet naar buiten. We zijn klaar voor de eredivisie. Met Leslie Bamberger hebben we iemand die achter de club staat. We zijn voorbereid. Laat ons maar lekker in de luwte. De return op de Vijverberg bleef spannend tot de allerlaatste seconde. De Graafschap stond voor met 2-1, maar een goal van Almere in de slotfase zou promotie betekenen. De vrije trap. Daar is de kans. Daar is de kans. Daar zit hij er niet in. Dat had zo dus nog maar gekund, want dit was die kans voor Almere City. Er wordt gezegd, dit was nog een overtreding. Ja, in mijn beleving nog steeds. En ik heb dat recent niet meer teruggekeken, maar... Toen in het begin wel. Volgens mij wordt ten eerste Kramer al volledig onderuit gemaaid. En dat is strafschop 1. En ja, volgens mij als Dennis van Heijden op de volgende bal zijn gebit ter beschikking stelt van... En dan had hij heus wel een mooie teruggekregen. Ja, als hij gewoon die bal kopt, dan is het volgens mij... die controleerde middenveld, ik ben zijn naam even kwijt. Die trapte echt op 1,5 meter hoogte de bal weg. En Dennis die wil die bal koppen en die schrikt van zijn... dat is gewoon op 1,5 meter van de doellijn. En als hij hem raakt, zit hij. Dat was voor mij echt onbegrijpelijk ook dat daar de VAR niet op... Want die was er wel? Die was er wel. Die was er wel. Heb je daar een verklaring voor? Niet teruggekeken, niks. Ik heb gelijk tegen, wie was het, die lange die er stond? Brahma of zo? Want ze waren toen een beetje aan het experimenteren. Ze waren aan het experimenteren, ja. Dat was misschien wel de gelegenheid. Ja, Makkeli was, niks aan de hand. Stond er bovenop en heeft het zelf gezien. Ja. En dan is het afgelopen. De Graafschap is terug op het hoogste niveau in Nederland. Ja, zijn jullie dan een beetje genaaid toen? Er stond wel wat op het spel. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat gevoel heb ik nog steeds wel. En we hebben daar verder weinig rugbaarheid aan gegeven. Omdat je verliest die wedstrijd. Het is, de bal wordt daarna naar voren getrapt en het is over. Dat deed wel extra pijn. Alleen probeert dan als kerel het verlies te dragen. En dat zo ook naar buiten toe dan te brengen. En dat is vooral wat ik geprobeerd heb. Al was het wel heel moeilijk voor de camera's zeg maar, na de wedstrijd. En als je dan in de bus zit, dan komt het besef binnen. En dan kom je naar Almere. En dan kom je. Ik had s'avonds nog een van een vriend een feestje in Amsterdam naartoe geweest. Ja, dan komt pas eigenlijk het besef van wat je gemist hebt. En Almere City, ze verdienen een enorm compliment voor het seizoen dat ze hebben gespeeld. Voor de play-offs die ze hebben gespeeld, waarin ze Roda lieten degraderen. Waarin ze er uiteindelijk zo dichtbij waren met die allerlaatste kans nog. De klap was dus heel groot en het zou voor de Gier zijn allerlaatste wedstrijd als trainer bij Almere City zijn. Ja, op dat moment
kwam het verlies hard aan. Het moment was, ja, we hadden het moment gemist, hè? Het ultieme moment om te promoveren, want uiteindelijk wilde de club naar de Eredivisie. En NEC schoten er mij een driejarige verbintenis voor en ja, daar kon ik geen nee tegen zeggen. En, dus ja, eigenlijk heeft ja, dat ene moment, of die wedstrijd, of die play-offs, die hebben wel ja, best wel veel gevolgen gehad weer voor de rest ook van mijn carrière. En tot zover deze serie over 15 jaar betaald voetbal in Almere. Destijds lukte het dus net niet onder trainer Jack de Gier. Maar komend seizoen, dat in het laatste weekend van augustus begint, krijgen de Almeerders opnieuw een kans om hun ultieme droom te realiseren.